Pesach is niet alleen matzes, maror en wijn. Pesach is ook de aanloop ernaartoe. De geur van de kippensoep die op het vuur borrelt. En het gekletter van de gemstries in een pan met olie. Gebad on Campus produceerde deze kooktutorials om al onze studenten en young professionals in de gelegenheid te stellen om goed voorbereid en in de eigen huiselijke omgeving het unieke Pesachgevoel te ervaren. We gaan nu de matze crack maken. Hij heet crack omdat het blijkbaar is heel verslavend. Dus favoriet van mijn opa als ik dit maak. Ik doe altijd, de oven moet aan hiervoor, dus die verwarmen we altijd voor op 180 graden. Ik doe altijd de bakplaat helemaal bekleden voor deze matzekrek met aluminiumfolie. En daar overheen doe ik nog altijd een bakpapiertje. Wat ik zelf heel fijn vind bij die matzekrek is dat het vierkant is. Dat je hem ook goed kan cracken. En dat het hoeven niet gelijke stukken te zijn, maar dat hij wel lekker op je bakplaat past. Je kan natuurlijk ook gewoon ronde matjes gebruiken, want het is dezelfde smaak, maar het is meer symmetrie. Het is gewoon fijner als je van die stukken kan cracken en ze zijn een beetje hoekig. Vierkante matjes hebben we weer. En die probeer altijd dan gewoon gelijk te delen, verdelen over de plaat, zodat ze mooi aansluiten. Het past natuurlijk nooit helemaal goed. Ja, zie je? Nice. En ondertussen is het wel handig als jullie alvast beginnen met, want er is gehakte chocola voor nodig, dus echt kleine stukken, want die noemen we het eindresultaat op te smelten. Dus dan is gechopte chocola altijd wel handig. Chocolate. Yes. En dan deze gewoon verkruimelen ook. Mag, hoeft niet in gelijke stukken, gewoon een beetje grof. Deze zijn kozen voor Pesach pretzels, ja. Ze zijn glutenvrij en ze zijn heel lekker. In de pan gaan we 225 gram, omdat parven, gaan we margarine gebruiken. We gaan dus voor de crack eerst karamel maken. Ik ga eventjes taste control maken. Oh ja. Goed excuus. Wel lekker. Nee, ik ben echt van de melkchocolade. Ik ook. Echt verslaafd. Normaal doe ik ook wel melkchocolade. Ja. Dit is dus 225 gram boter en daar voeg je bruine bastardsuiker aan toe. Je blijft zeg maar mengen tot het een beetje een glad mengsel wordt. Dus een boter moet geen klonten meer zijn. Op een gegeven moment gaat het bubbelen. Ja. En dan moet je het nog 3 minuten door blijven koelen, maar wel roeren. En dan op een gegeven moment gaat het schuimen. Ja. En als het schuimt, dat is een goed teken en dan giet je het zeg maar hierover. Dan laat je het heel even los. Kijk, nu gaat hij helemaal bubbelen, maar je moet echt even wachten tot dat er echt een laagje schuim op komt. Kijk, nu krijg je dat schuimlaagje en dan is hij bijna klaar. Iets dikker. Niet zorgen dat hij niet verbrandt. Yes, oké. Okay. Ja, is klaar. Is klaar, dan giet je hem er gewoon helemaal over. Nou ja, nou, het is wel handig om een zo'n spatel te hebben, dat je hem goed kan uitsmeren. Maar op zich maakt dat niet. Nou, dan doe je hem in de oven. Zo. 8 minuten. Ja. Oké, okay. Dat halen we eruit. Oké. Okay. Dan de chocola verspreiden we er overheen. Gewoon een beetje verdelen, rusten en hopelijk smelt die parver chocola zo. Nu gaan we hem afsmeren, kijken of ze goed, platter maken. Je kan ook gewoon voor het gemak, als je het hebt, chocolate chips bijvoorbeeld gebruiken. Ja, dan gaat het sneller. Dan gaat het sneller en hoef je zelf niks te breken, maar als je repen in huis hebt liggen is dit gewoon. Het is natuurlijk hartstikke lekker om noten te doen. Ik ben zelf allergisch voor noten, dus dan kan het niet. Maar, dus eigenlijk maak je een matte bark. De matte bark, Het is gewoon echt inderdaad zo'n bark. Je kan er alles tussen. En dan doe je een beetje grof zeezout. Kosher zout is dit. Sprinkel je er een heel klein beetje overheen. Een beetje voor die zoutzoete. Als je daarvan. Ja, het is een beetje karamelzeezout. Oké, nou dan laat je hem hard worden.
En dan daarna doe je hem in de koelkast en kan je hem of in gelijke stukken breken, of wat je wil. Ik vind het altijd leuk als het ongelijke stukken zijn. Om het een beetje... Dan lijkt het echt op een bark. Daarom. Ja. Dus dat eigenlijk. Oké. Die is mooi hard geworden. Ja. En dan ga je gewoon stukken breken. That's it. Mooi.